De regering heeft onder leiding van president Chandrika Prasad Santokhi afgelopen zaterdag een overeenkomst bereikt met vakbonden van Ravaksur Plus over de energietarieven. Na 5 maanden van intensieve gesprekken zijn er afspraken gemaakt die moeten zorgen voor betaalbaardere tarieven voor de samenleving. De tarieven worden elke maand aangepast op basis van de wisselkoers, brandstofprijs en energiemix. President Santokhi benadrukte het belang van regelmatig en gestructureerd overleg over toekomstige kwesties. Hij voegde eraan toe dat er een identificatieproces plaatsvindt om toekomstige problemen te bespreken en dat de energiebedrijven zelfstandig operationeel zullen blijven met een focus op goed bestuur.